lekker zacht. Dat hadden we natuurlijk niet zien aankomen online. Dus check even de beschrijving. Doe maar een toppertje en een briezer aan de nas. Hij heeft ook echt een nieuwe schreeuw ontdekt. Ja, dat is de aandachtsschreeuw. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zijn de aunties op bezoek. Ze hadden geen deken, dus ze hebben mijn pak alle twee aangedaan. Waarom ruikt het huis naar bier van ons? Hij is wel. Kijk eens kinderen. Nee, ze gaan nu niet snoepen, Davinio. Oeh. Het is al 12 uur. Dan hebben ze pech. Kijk hoe groot hij is. 2 over 12. Ik ben een monster in de oceaan. Ja, ik ben gewoon echt helemaal gesloven vandaag. Ik ben een... Stef jongens, het is 12 uur 's avonds. En Davinio zegt, ik ga even naar de supermarkt, ja? Ik zeg, Davinio, het is al 12 uur. Hij leeft echt in een andere wereld dan wij. Lekker jullie teentje? Kijk hoe saai deze kinderen zijn, hè? Ik zit op haar telefoon en Angelique zit op de iPad. Ik ben in een waterval. Doe rustig, ieder slaapt. Ik ben in een waterval. Jij lekker een kleine augurk? Ja! Ik pas erin. Zie je me? Ik ben een paspop. Nou, ik ga even theetje voor mezelf maken en dan is het echt de hoogste tijd om naar bed te gaan. Nee, maar wie ben jij? Wie ben jij? Je bent in mijn huis. Wat rustig. Ik? Oh mijn god. In jouw huis? Angelique, ik zei toch iedereen slaapt? Sorry. Maar ik weet niet. Maar... Soms besef ik me voor een wee over 8 jaar. Is iedereen gewoon deze leeftijd en dan ben ik waarschijnlijk heel erg met hem in discussie. Ik ben net terug van shoppen met de girls. Laat eens die pyjama zien. We hebben net voor April en Angelique even zo'n pyjamaatje gehad, want ze hadden die van mij gestaan. Snoerie. Hoe heet het? Snoerie. Snoedie heet het. Snoerie. Wat snoerie? Ja, zo heet hij. Er staat toch snoedie in? Ja, maar je zegt snoerie. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal gehaald heb. Ik heb even een nieuwe pan gehaald. Want ik vind dat mijn pannen, die heb ik sowieso echt al heel lang. Maar het koekt zeg maar aan de onderkant. En ik hou er echt niet van. Dus ik heb nu even een nieuwe pan gehaald. Sokjes voor Iden. Bij de Action. Deze zeepomp. Ook bij de Action. Kijk, it's a vibe. En ik heb ook zo'n houdertje voor zeepblokjes erbij gehad. Hé, hey, jullie horen tot ik aan het praten ben. Even wachten. Dit vind ik zo cute voor aan je outfit, zeg maar, en dan kan je telefoon in. Gehaald bij de Primark. Nou, mijn oren die verliezen altijd van mijn kop af, dus ik heb ook even oorwarmers gehaald. Het zijn echt cute, van de Primark ook. Oh, ze zijn echt cutie. Ja, yeah, it's a vibe. It's a vibe, yeah, yeah. Ga ik ze zo dragen. Een hele lelijke pyjama, maar ik hou echt van lelijke pyjama's. Hij is ook lekker zacht. En deze broek die erbij hoort. Ga ik vandaag sowieso in slapen. Dit om de badkamer en keuken mee schoon te maken. Dat heb ik ook nodig. Die April je drinkfles. April heeft een hele fancy drinkfles. Hier. Handschoentjes, want dat heb ik echt nooit. En nog meer sokjes voor Iden. En een wc-borstel, want die had dat kapot gemaakt. Geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg. Hallo jongens, ik ben voor het eerst... Is het een nieuwe vlog? Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben voor het eerst in mijn leven... Nee, ik had deze vlog geopend. Voor het eerst in mijn leven te vroeg klaar. Dus ik ga eventjes buiten wandelen met Iden en Peanut. En dan ga ik daarna naar werk. Nou, hallo jongens, het is dinsdag vandaag. Het is super koud buiten. Dus ik ga vandaag ook wel echt een dikke outfit aandoen. En onze podcast staat gewoon op nummer 1
van de toppodcastenlijst van Nederland. Met de Toeters en Bellen podcast. Nou, dat hadden we natuurlijk niet zien aankomen. We zijn echt super blij. En ja, nu hopen dat we op nummer 1 blijven staan natuurlijk. De nieuwe aflevering deze week staat trouwens ook al online. Dus check even de beschrijving voor aflevering 2. En ja, dit is mijn outfit. Het is eigenlijk een fashion, maar het is echt super dik en super warm. Dus ik ga deze aandoen. En ik ben nu ready to go. Oh, wat heet. Het is echt min 3 graden buiten. Oké, nou, ik ga even opschieten en dan zie ik jullie straks. Nou jongens, we hebben op werk met Noordin. We zijn er weer. En weet je wat zo grappig is? We hebben een show van 3 uur lang waar we heel de dag tegen elkaar moeten praten. Ja. En dan gaan we voor de show nog een half uur met elkaar bellen. Ja. Als je dit gaat bellen, hoef je niet van je en het is. Nou, we gaan nu naar werk. Ik heb net lekker eten besteld, want ik heb mijn... Oh, heb ik je weer herinnerd? Mijn prefoods van Hey Foodie, die zijn niet binnengekomen en ik baal als een stekker. Die uitspraak slaat ook echt nergens op. Ik baal als een stekker. Je hoort de stekkers niet balen? Ik niet. Oh, mijn camera is zo zwaar. Het voelt echt alsof ik gewicht moet heffen. Ja. Ben je auto aangemeld? Wat ga ik nu doen? Topper ben jij, joh. Wat een toppertje, hè. Topper! Doe maar een toppertje. Doe maar een toppertje en een briezer aan de nas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan alle remmen los. En we dansen, we zingen, zijn zo blij. Het gebeurt altijd hier. Dit is altijd voor werk en na werk. Dat we het nou zin hebben. Nu komen we het gesticht in. Nu moeten we, hè, sociale werkplek. Ja, inderdaad. Valt hij nou uit? Oh nee. Nou, Noorden heeft de kibas. Hij happert al. Had zo'n blad. 1, 2, eerst op brood. Butterfly. Eerst op rood, dan op groen. Komt u verder. Hè? Maar er zijn dus vandaag allemaal belangrijke salesmensen op kantoor. Nee, we zijn er niet. Ja, dat heb ik tegen jou. Oh nee, donderdag. Of vandaag. Oh. Ben je hard aan het werk, jongen? Hey! Hoe moet je? Ben je hard aan het werk? Oh, zo hard aan het werk hier. Ze zullen me dubbel betaald moeten hier. Maar helaas, hè. Ja, het enige wat hij doet is een beetje klikken met die muis. Kijk, dit ziet er al heel interessant uit, alsof ik aan het werk ben, maar ik doe geen shit. Nee. Ik doe echt geen shit. Nou, leg eens even uit, waar zijn al die knopjes voor? Want het zijn echt duizenden knopjes. Nou, deze hebben we voor de intro van Vonneke. Dus we zijn nu bezig met het spel Who Did It. Oké, we went through everybody. Who did it? Dit doet helemaal niks, maar het is gewoon interessant om... weet je, dat staat toch wat interessanter. Ja. En dan weet je, hey, nou, van wie was dit verhaal? Nou... Ja, zo, dat gaat snel, hè? Ja. Dat gaat snel, hè? Voor iemand die niks doet. Zoals deze. Dus je doet eerst van, hey... En dan swipe je, oh, je swipe. Ja, dadelijk mensen echt ook zo praten. En dan doe je dus heel snel, let op. Dit is voor de betere vingeraars onder ons. Let op. Zit je echt te bestuderen? Het is zo mooi. Ja. Het heeft ook echt mooie volle lipjes. Oh, dankjewel. Kijk nou, ze zit helemaal naar je te lachen. Iren is ook echt biggie boy. Hoe oud is ze nu? Jesse is nu 2 maanden, 2 weken. Oh, ik doe het wel toch eigenlijk. Hij is echt druk. Ja. Drukke baby. Ga zo peer eten, hè? Ah, oh, peer. Ik was ook echt bang dat ieder lelijk kruid zou komen, hoor. Zo blauw en met, ja. Hoe heet dat? Afscheiding op zijn hoofd en zo. Oh, wat doe je? Zoek je tiet? Nou, heb die krijgt hij ook niet bij mij, hoor. Die heb ik niet. Oh nee, dat heb je niet gegeven, hè? Kijk, Jesse, dit is Ieders favoriete knuffel en hij heet Sebastian. Oh, Sebastian! Schatten. Sebastian! Oh, ze schrok. Sebastian! Hallo! Oh. Hallo. Kusje. Iedereen is verliefd.
Jessie en Edith zaten in de bus. Hi Jessie! Hoi Edith, zal ik een rondje voor je draaien? Nee, ik wil een dance battle. Oké. Poetje, poetje, poetje. Poetje, poetje. Oh! Poetje, 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 poetje. Poetje, poetje, poetje. Poetje, poetje. Ik vind mezelf beter dan zoals jij dat doet. Oh, zo schattig. Knuffel. Ik heb vandaag weer even mijn krullenpruik opgedaan, want vandaag heb ik weer een andere personage. Andere personality vandaag. Ik ga nu naar werk, maar ik heb echt niet zin om te vloggen vandaag, dus dat ga ik dan ook mooi niet doen. En that's it. Ik heb... de sirene gaat af. Hij heeft ook echt een nieuwe schreeuw ontdekt. Ja. Dat is de aandachtsschel, noem ik dat. Oh. Wat is er gebeurd? Het is helemaal verstopt. Zo, so, doei Sebastian. Doei Iden. Goedemorgen jongens. Iden eet vandaag voor het eerst een broodje. En het is met pindakaas. En hij heeft dus nu iets nieuws. Als ze eten op is, gaat hij te schreeuwen omdat hij dan meer wil. Het mag echt niet langzaam van hem gaan. Ik had het als eerst brood inderdaad gegeven, maar... Kijk, als het langzaam gaat, begint gewoon te schreeuwen dat hij meer... is dit normaal? Want ik ken er geen ene andere baby die dit doet. Hier heb ik trouwens gestoofde banaan, gestoofde peer, yoghurt, kaneel en een beetje pindakaas ingedaan. Ik heb mezelf klaargemaakt, opgemaakt. Moet de lucht even mijn haar fixen en een andere outfit aandoen. Hé hey, schatje, ben je aan het lachen hè, mama? Nou, Eden heeft kapot veel gegeten. Ik heb net een hapje gegeven en zijn flesje. Ik probeer nu minder flesjes te geven, meer eten. Deze heb ik van de Primark gehaald. Dus heb ik er zoveel schattige babykleurtjes. Niet normaal. En de Primark begint echt duur te worden, man. En dit broekje volgens mij van de Zeeman. En that's it. That's the fit of today. Hi guys. Ik heb net Eden naar de opvang gebracht. En ik ga nu... naar werk. En ik heb mijn shirt aan, mijn wollige shirt van My Sister's Closet. Dat is die webshop van Joan. Als je My Sister's Closet opzoekt op internet, dan vind je het gelijk. En die trainingspak die ik aan had, die gisteren aan had, was ook van haar. En met mijn code Vonneke krijg je dus gratis verzending op hun webshop. Dus mocht je nog op zoek zijn naar cozy kleding, lekkere warme kleding voor deze koude dagen, zou ik zeggen, dat is een goede webshop. Weet je wat ik zo grappig vind aan mezelf? Ik zorg ervoor dat... Wat is het? Ik weet ook niet wat het is, maar... Mijn auto die schakelt uit over naar de meest Hollandse radioafspeellijst. Huis zorgt ervoor dat iedereen goed eet, hè? Iedereen, Davino. Maar mezelf vergeet ik gewoon altijd. En ik weet niet waar mijn pakketten blijven van Hey Foodie, maar ik merk gewoon als ik dat niet heb, dat ik gewoon totaal geen structuur heb qua eten. Ik vreet gewoon of een hele dag niks en dan in de nacht gewoon een dikke kapsalon dan. Of ik eet gewoon echt gewoon random dingen, broodje kaas. Ja, gewoon hele los vlodders. Dus ik moet echt mijn pakketten weer krijgen. Want ik voel gewoon dat ik geen mens meer ben. Nou, ga nu naar werk. Ik zie jullie straks. Nou, het is een nieuwe show van het nieuwe jaar. En we zijn dus bij het middagtentamen weer begonnen op nul. En raad wie de voorzitter, jongens.
Noorden is van 15. Jij staat één keertje sta jij voor en je gaat gelijk zo biggie doen. Hij stond eerst 15-10 voor of zo. Ik had een inhaalslag gemaakt. En nu sta ik 3-2 voor. Hou eens even je mond dicht. En nu sta ik voor, jongens. Ik ben zo blij. En we gaan straks weer strijden. En ik hoop dat het dan 4-2 wordt. Als het 3-3 wordt, dan daar heb ik geen zin in. Dus het wordt vandaag lekker. Nee. Ik hoop dat je maar te snel reageert elke keer. Dat je die vraag niet hoort en niet weet waar het over gaat. Weet je wat Noorden doet? Noorden schreeuwt zijn naam voordat die vraag gesteld wordt. En dan weet hij niet meer wat hij moet zeggen. Omdat hij de vraag niet helemaal heeft gehoord. Wanneer was dat? Gisteren? Ja, eergisteren volgens mij. Gisteren ook. Nou, we gaan het zien, jongens. Wie er gaat winnen vandaag. Van de Nederlandse radio. Be ready. Wat is de populairste ijssmaak ter wereld? Vonneke. Vanille. Dat is goed voor. Ja, dat is ook niet zo goed. Goed. Ja. En mijn team zit vandaag Paris uit Rotterdam. Laat je horen. Boe. En Vonneke, wie ben jij in jouw team? Alicia uit Groningen. Laat je horen. Ja, ik zeg laat je horen. Je staat denk ik op de Bluetooth, of niet? Ja, als het kan je telefoon aan je oor. Maar natuurlijk geen ongelukken maken. Oké, dan gaan we gewoon ondertussen even uitleggen wat de bedoeling is, Sil. Ja toch, ik heb voor jullie, Paris en Alicia, het is belangrijk dat je... Vraag 2. Welke Nederlandse rapper heeft een album genaamd Champagne? Noorden was eerst. Kevin. Dat is niet goed, ik ga de vraag afmaken. Fuck. Welke Nederlandse rapper heeft een album genaamd Champagne Rain? Jonah Fraser. Dat is goed voor de Champagne Rain for the struggle and the pain. Ja, en Jonah zou echt een DNA-test moeten doen eigenlijk. Ja, hij is mijn brother. Jullie lijken echt te veel. Hij is mijn tweeling. Vraag 3. Waar staat EHBO? Noorden was eerst. Eerste hulp bij ongelukken. Dat is goed. Nou, die heeft deze keer goed. Vraag 4. Welke kleur krijg je als je geel... Vonneke. Met? Nee. Oranje. Nee. Oranje. Dat is goed. Nee. Het is geel met rood. Dit ben je niet. Dit meen je niet. Geef dat blaadje. Kijk maar. Lees hem op. Welke kleur krijg je als je... Oranje! Mag ik mijn tune horen? Tuurlijk. En wie durft nu te praten op de naam? Alles is aan! 4-2, Noorden, je krijgt pakkies! Ja, dit... Hey Alicia, je hebt een goodie bag gewonnen omdat je natuurlijk in het winning team zit. Ja. Uno reverse. Je hebt echt heel goed gespeeld vandaag. Echt respect. Dankjewel. Deze heb je echt verdiend gewonnen. Waarom dacht je aan oranje? Ik weet niet. Doe niet alsof er nog een hele theorie achter zat. Gelukkig. Nee, ik heb mijn gevoel gevolgd. Zou je vaker moeten doen? Nou, ik ben net thuis. Je ziet al hoe laat het is, want Miss Rachel staat achterop de tv aan. Dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het is een beetje chaotisch, so I'm sorry. Vandaag heb ik een persdag gehad voor school toe, maar had ik mijn camera niet meegenomen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Blijf natuurlijk toetsen en bellen streamen, we staan steeds op nummer 1. En dat komt mede dankzij jullie, door al jullie support. Dus ik ga zeggen, blijf het checken. Dinsdag komt er een nieuwe aflevering op Spotify en op YouTube. Dus hou ons in de gaten. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier zo. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer. Doei!